Wij kregen met ons team de opdracht om de motorvessel Taipan te ontzetten van de piraten. Er zaten 10 piraten aan boord, die hadden het schip gekaapt. En er zaten 15 bemanningsleden aan boord die veilig in de safe room beneden in het schip zaten. De sensor operator die gooit nu de fast rope line uit de helikopter. Hij zal zometeen ook de personen die langs de fast rope line naar beneden glijden, zal hij begeleiden. Ik zelf ben op dit moment aan het vuren met de MAG om dekkingsvuur te geven, zodat de piraten aan boord van de Taipan, dus die op het dek staan, zodat die niet de kans krijgen om op ons te gaan vuren. Nou, rechts ziet u de Hare Majesteit Tromp. Vanaf dit moment wordt ook vanaf de containers, van het dak van de containers, wordt dekkingsvuur gegeven voor de personen die alsnog naar beneden moeten glijden. U ziet ook dat de containers die hier opgestapeld staan, dat die ook voor ons best wel wat zichtdekking zorgen. Dus zodra er bijvoorbeeld een houder gewisseld moet worden, kunnen ze opzij stappen. Kunnen ze onder dekking kunnen ze hun houder wisselen. En daarna kunnen ze weer terug het vuur overnemen op de brug. En van daaruit zijn we naar achter gegaan, naar het achterschip. En zijn we naar de brug gegaan om de Taipan te bevrijden. RPG zie ik, je moet je RPG in de boot. Ja, Roger. Even door aan de jacht. Goed op. Daar aangekomen hebben we eerst 6 piraten aangehouden. Die zaten op het benedendek. Die hebben we uit het raam laten komen, omdat het raam was kapot. Daar zagen we personen bewegen. Die zijn aangesproken en we hebben daaruit 6 piraten hebben we naar buiten laten komen. En die hebben alle 6 daar geboeid en die hebben we veilig gesteld. Op een gegeven moment op het achterdek werden stemmen gehoord door een van mijn teammembers. En die hebben op een gegeven moment daar zijn ze op gaan reageren. Die hebben ze aangesproken. En daar kwamen nog vanaf het achterdek kwamen nog 2 keer piraten kwamen de hoek omzetten. Die waren ook ongewapend. Die hebben ook weer aanvat en geboeid. En uiteindelijk hadden we op die bewuste verdieping hadden we 8 piraten. Op dit moment is een van die piraten die wordt gesommeerd om naar beneden te komen. En onder het oog van een van de teammembers loopt hij naar beneden met zijn handen omhoog. En zodra hij beneden is, dan wordt hij aanvat en dan zullen ze hem gaan boeien. En uiteindelijk hadden we toen 10 piraten. Drie man zijn we naar boven gegaan naar de brug. En via de brug die we nog moesten zuiveren, omdat dat ons zwaartepunt is, zijn we via de brug, toen die clear was, zijn we naar beneden gegaan. Hebben we de accommodatie van de bemanning van het schip hebben we allemaal doorzocht om te kijken of daar verder nog piraten waren. Wat ze in de accommodaties hebben gedaan is alles overhoop gehaald. Er lagen overal laptops op de grond. Er waren deuren ingetrapt. Er waren deuren, dwars doorheen geschoten. Er waren deuren die ze niet open kregen. Ze hebben in die 4 uur tijd hebben ze een behoorlijke ravage aangericht in het hele schip. Ze waren wel degelijk bewapend. Ze hebben ter plekke alles neergegooid. En dat varieerde van RPG's en RPG-7's en AK-47's tot pistolen. De Duitse kapitein besloot de deuren open te maken en die kwam naar buiten met zijn hele club. En die waren natuurlijk hartstikke opgelucht. We hebben ze verzameld aan de bakboordzijde van het achterschip. Daar hebben ze met z'n allen hebben ze verteld wat er aan de hand was, hoe we aan boord zijn gekomen. We hebben een applausje in ontvangst genomen. Ja, die waren ontzettend blij om ons te zien.